natuurlijk de kijkers thuis. De aanvrager van dit debat is de heer Van Raan en ik geef als eerste hem het woord. Voorzitter, dank u wel. En ik mag u feliciteren, geloof ik, met de eerste keer plenaire zaal, voorzitter, plenaire vergadering. Dus van harte en succes. Voorzitter, CO2-heffingen worden steeds meer normaal. CO2-accounting, het bijhouden van hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot, wordt steeds normaler, ook in de financiële wereld. Zowel van de zogeheten eerste ring, de bedrijven zelf, als de klanten van financiële markten. En je ziet dat die CO2-boekhouding, zou je kunnen zeggen, maar ook die CO2-heffing steeds belangrijker wordt. En we vinden het tijd voor het volgende, namelijk een CO2-heffing voor financiële instellingen. En vandaar de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat het kabinet een CO2-minimumprijs en een aangescherpte CO2-heffing voor de industrie invoert. Overwegen dat midden in de klimaatcrisis ook fossiele financieringen ontmoedigd moeten worden. Verzoekt de regering ook een vorm, let op, een vorm, dus kan het kabinet over nadenken wat voor vorm dat zal zijn, een vorm van een CO2-heffing voor de financiële instellingen voor te bereiden, gaat over tot de orde van de dag. En voorzitter, ik moet helaas weer naar een andere vergadering, maar mijn beleidswerker zal nauwkeurig opletten wat de minister gaat zeggen over deze motie. Dank u wel. Mevrouw Van Akten, dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Grimwis. Voorzitter, dank u wel. Ik heb twee moties meegebracht en een vraag. De moties luiden als volgt. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de Nederlandse Bank in haar WWFT-rapport van herstel naar balans pleit voor een meer risicogebaseerde aanpak van financieel-economische criminaliteit, waarbij niet de angst om het fout te doen de boventoon voert. Overwegend dat elke overtreding van de WWFT op dit moment in beginsel gekwalificeerd wordt als een misdrijf en dat WWFT-instellingen zoals banken om die reden risico's mijden door bijvoorbeeld bepaalde klanten niet aan te nemen, bijvoorbeeld MKB'ers en beroepsgroepen in bepaalde branches en goede doelen. Verzoekt de regering om op basis van de uitgezette DNB-lijn te zorgen voor duidelijke kaders en heldere normen, zodat WWFT-instellingen een meer risicogebaseerde aanpak mogen en kunnen nastreven, waardoor zij hun capaciteit meer kunnen inzetten op dossiers die ertoe doen en gerelateerd zijn aan maatschappelijke relevante thema's zoals de bestrijding van ondermijnende georganiseerde criminaliteit, zonder daarbij als WWFT-instelling de vrees te hoeven hebben hierdoor de WWFT te overtreden. Gaat over tot de orde van de dag samen met collega's Inge van Dijk en Van Weyenberg. Voorzitter, hieraan gerelateerd. De Kamer gehoort beraadslagen, constateren dat sommige WWFT-instellingen binnenlandse PEPs en daaraan gerelateerde personen, zoals hun gezinsleden, niet willen accepteren als klanten of hen zelfs uit het klantenbestand willen verwijderen, enkel omdat de klant PEP is, dus politically exposed person, en er nota bene geen sprake is van een concreet risico. Overwegend dat dit binnenlandse PEPs en bijvoorbeeld hun gezinsleden feitelijk kan uitsluiten van bankaire faciliteiten en verzekeringen en mogelijk ook van toegang tot andere WWFT-instellingen, ook als er geen sprake is van concrete risico's. Overwegend dat binnenlandse PEPs zich in een dergelijke situatie niet kunnen verweren anders dan via de civiele rechter en of een tijdrovende klachtenprocedure, verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat binnenlandse PEPs signalen over onjuiste toepassing van de WWFT kunnen melden, bijvoorbeeld bij een in het leven te roepen meldpunt bij een van de WWFT-toezichthouders, zodat corrigerend kan worden opgetreden en in overleg met WWFT-toezichthouders tot een meer proportionele uitvoering van de verscherpte maatregelen ten aanzien van PEPs te komen, zodat het enkele feit dat de persoon een PEP is voortaan niet meer tot uitsluiting van financiële dienstverlening zal leiden. En gaat over tot de orde van de dag samen met collega Van Weyenberg. En mijn vraag, voorzitter. Tijdens het commissiedebat heb ik een aantal vragen gesteld over het feit dat Marokko sinds kort op de lijst van de Europese Commissie van derde landen met een hoog risico staat. Die vragen zijn nog niet beantwoord. Kunt u alsnog aangeven wat de exacte gevolgen zijn van de plaatsing op deze lijst voor zowel WWFT-instellingen als voor klanten? Dus op de lijst van derde landen met een hoog risico. Tot zover. Dank u wel, meneer Grimwis. Dan gaan we nu naar mevrouw Van Dijk van het CDA.
Dankjewel, voorzitter. Collega Grimwis die hintte er ook al op in zijn motie. En het is ook een onderwerp wat ons erg aan het hart gaat. De verenigingen en stichtingen. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat stichtingen en verenigingen maatschappelijke doelen dienen en daarmee een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Van mening dat stichtingen en verenigingen bij uitoefeningen van deze activiteiten moeten worden ondersteund en niet onevenredig gehinderd mogen worden door de uitvoering van banken van de WWFT, wat ertoe leidt dat drempels worden opgeworpen voor een toegang tot financiële dienstverlening, verzoekt de regering een overleg te treden met DNB en de bancaire sector om te zorgen dat de financiële dienstverlening niet gebaseerd is op categorale beoordeling van groepen zoals stichtingen en verenigingen, verzoekt de regering te zorgen dat de financiële dienstverlening aan stichtingen en verenigingen laagdrempelig beschikbaar blijft en dat deze partijen niet generiek als hoog risico worden beoordeeld, een individuele risicobeoordeling door banken leidend is en het toezicht van DNB daarop is afgestemd en gaat over tot het orde van de dag, mede ingediend door collega Grimwis. Hartelijk dank, mevrouw Van Dijk. Dan gaan we tot slot naar de heer Van Weyenberg van D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee moties meegetekend van collega Grimwis die eigenlijk als kern hebben dat of je nou sekswerker bent of politiek prominente persoon, dat kan ook overigens iemand in het bestuur zijn van een politieke partij, dat je gewoon niet categoraal kunt worden uitgesloten. Mijn fractie is daar al langer veel tegenstander van en helaas gebeurt het nog. Mijn motie gaat over de actieve provisietransparantie. Daar is al heel lang een discussie over. Ook in hoeverre je dat, hoe exact je dat nou ook kunt maken bij aan het begin van een traject richting een verzekering. Maar voorzitter, we moeten ook wel echt oppassen dat een discussie over het ideale er niet toe leidt dat we niet van start gaan met het goede. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de minister heeft aangegeven actieve provisietransparantie middels een fijnmazig gemiddelde te gaan introduceren. Overwegende dat de gesprekken over actieve provisietransparantie al jaren duren en consumenten nog altijd slechts op verzoek inzicht kunnen krijgen in provisiekosten bij schadeverzekeringen, verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat consumenten uiterlijk vanaf 1 januari 2024 actief geïnformeerd worden over provisie bij het afsluiten van een schadeverzekering en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend door collega Grimwis. Hartelijk dank, meneer Van Weyenberg. De bewindspersoon heeft aangegeven voor 5 minuten te willen schorsen, dus ik schors de vergadering voor 5 minuten.
heropen de vergadering. Aan het woord de minister van Financiën. Dank ook weer voor de moties en nog de vraag van de heer Grinwis. Heel kort, wat zijn de gevolgen voor de plaatsing op de lijst derde hoogrisicolanden voor instellingen en klanten? Nou, in de praktijk geldt dan natuurlijk een verscherpt cliëntenonderzoek. Maar aangezien de heer Grinwis al heel lang naar blijkt heeft moeten wachten op een verdere toelichting op vragen die gesteld zijn in een debat, wil ik hem graag ook een brief toezeggen die heel specifiek de casus Marokko duidt, maar het ook in een bredere context kan plaatsen. Dat gaat helpen. Verder heeft de heer Grinwis ook nog recentelijk, meen ik, Kamervragen gesteld en daar is men nog bezig met de beantwoording. Maar een brief is wel zo netjes. Ik zie ook dat de heer Grinwis, zeg ik, via u hiermee verblijd kijkt. Dus ik hoop dat we daardoor enig misverstand hebben kunnen ophelderen. Dan ga ik door tot de moties. Motie nummer 1 van de heer De Raan. Ik zou de heer De Raan eigenlijk vragen via de medewerker die meeluistert om deze motie aan te houden. Omdat we natuurlijk nu bezig zijn met de agenda duurzame financiering. Wij bereiden ons eventueel voor op mogelijk normerend optreden richting de financiële sector. Als voortgang van het klimaatcommitment van de financiële sector tekort zou schieten. De financiële sector heeft zelf doelstellingen gesteld en zal aan het eind van het jaar daarover rapporteren. Dus deze motie is wellicht wat vooruitlopend op een mogelijke conclusie. Dus ik zou de heer De Raan vragen hem aan te houden. Ja, dan de heer Van Raan is er natuurlijk niet, dus die kan hier nu geen oordeel over geven. Mocht hij hem niet willen aanhouden, is dan het advies ontraden? Advies ontraden, klopt. Duidelijk, dank u. Gaat u verder. Met excuus aan de heer Van der Raan. Motie nummer 2, motie van de heer Grinwis, Inge van Dijk en de heer mevrouw Van Dijk en de heer Van Weyenberg. Die geef ik graag oordeel Kamer. Er is natuurlijk door de DNB op 9 september een rapport gepubliceerd waarin de uitvoering van het toezicht op banken meer risicogebaseerd zal worden ingevuld. Als ik de motie zo kan uitleggen dat ik met alle betrokkenen in overleg ga treden om de reeds in de wet vastgelegde risicogebaseerde aanpak na te streven, is het oordeel Kamer. Ik zie de heer Grinwis knikken. Motie nummer 3, de heer Grinwis en de heer Van Weyenberg. Ik wil u vragen deze motie aan te houden. Zoals u weet is er onlangs samen met mijn collega van Justitie en Veiligheid de beleidsaanpak witwassen aan uw Kamer gestuurd. Er is aandacht natuurlijk in het bijzonder voor de situatie van PEPs, hun familieleden en de zogenaamde naastgeassocieerden wanneer zij diensten willen afnemen bij instellingen die vallen onder de wet. We hebben er dus aandacht voor. Er zijn concrete stappen aangekondigd om disproportioneel cliëntenonderzoek te voorkomen. En wij gaan in gesprek over de uitvoering bij deze beleidsagenda. Het is nog te vroeg om verdere stappen te nemen en het zou mogelijke additionele werkdruk plaatsen die niet nodig is, want we hopen het te voorkomen. Meneer Grinwis. Ja, voorzitter. Dank aan de minister. Volgens mij de boodschap van de motie is helder en de inzet van de minister ook. Volgens mij willen we allebei hetzelfde. Volgens mij, en we hebben binnenkort een debat in een commissieverband hierover. Dus ik houd hem nu inderdaad aan. En bij dat debat vervolgen we dit gesprek. Helder, dank u wel. Gaat u verder. Motie nummer 4. Deze geef ik graag oordeel Kamer. We hebben natuurlijk dezelfde insteek en ik ga in gesprek met de betrokken partijen om een beter risicogebaseerde aanpak voor stichtingen en verenigingen overeen te komen om een onnodige risicoaanwijzing of kwalificatie daartoe te voorkomen. Motie nummer 5, deze laat ik oordeel Kamer. Ik deel de mening van het lid Van Weyenberg dat we moeten kijken naar fijnmazige gemiddelden en dat de consument echt tijdig inzicht moet krijgen in de provisies. Het is ook de inzet van het kabinet, hier is mee gestart, dus ik beschouw deze motie als ondersteuning van de ingezette lijn. En ik ben ook voornemens dit punt mee te nemen in een verzamelbesluit, wijzigingsbesluit financiële markten, dat op korte termijn naar de Raad van State zal worden gestuurd. Dank. Hartelijk dank aan de minister van Financiën voor deze appreciaties en de verschillende leden. En dan schors ik de vergadering tot het volgende 2 minuten debat.
Ik heropen de vergadering voor 2 minuten debat macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief. Hartelijk welkom aan de leden die inmiddels zijn aangeschoven. De aanvrager van dit debat is de heer Epping, die al...